Hallo Maxime. Nou ja, zeg. Echte man. Meneer Van Poont. Ja. Wat leuk. Ja, ik ben blij dat jij voor ons opkomt. Nou, inderdaad. Het is echt hoog nodig, hè? Nodig, hè? Want kijk, ik sta hier wel ludiek te wezen en mijn zakken te vullen natuurlijk. Maar de onderliggende boodschap is echt belangrijk. Ik word dus echt tegenwoordig op straat door mannen aangesproken van... Hey, goed jongen. Ik ben echt een soort Lek Walens aan het worden. Goed, hè? Ja, het is ongelooflijk. Op de mancave. Nou, op de mancave. Voel je je thuis? Ja. Nou, nee, maar jij wel, denk ik. Ja, wat is het nou? Ik moet je eigenlijk feliciteren. Ja. Het is jouw plekje. Hier, vijf. Dit vind ik ook... Dit wil je ook echt doen. Als je net de H&M uitkomt, dan wil je dit doen. Verdomme. Kutwinkels. Ik wil niet kopen. Bevalt een beetje in zo'n mannenbolwerk? Ja, het is wel een beetje veel, maar... Je vindt het te veel? Ja. De bedoeling is ook dat jij gaat shoppen en de mannen hier gewoon laveloos worden aan de whisky. Ja, ik vind het op zich wel een goed idee. Alleen, op zich wel? Ja. Maar? Ja, ik zit te bedenken dat ik dan mijn rijbewijs moet gaan halen. Vrouwen regelen het voor zichzelf. Vrouwen gaan heel erg goed. Maar mannen gaan heel slecht. We zijn in verwarring. Wie zijn wij? Wat is onze rol in de wereld? Dus dan ga je winkelen met je vrouw, want dat heb je nou eenmaal beloofd. Ja. En dan ga je hier daarover nadenken, een soort mediteren. Precies. Het is eigenlijk een hele spirituele omgeving. Dit is hem wel, hè, zo? Ja, ik dacht het wel, ja. Ik mis alleen dit nog. Ja. Vrouwen staan bij mij heel hoog. Serieus. Tot hier komen ze. Nee, ik meen het. Vrouwen zijn toch geweldig.